Een airsoft replica is niks zonder een hop-up. Dit kleine onderdeel zorgt ervoor dat de BB's die je verschiet ook daadwerkelijk ergens komen. Maar hoe werkt dit kleine onderdeeltje precies en hoe zorg je dat deze perfect afgesteld staat? De hop-up. Je zou het niet denken, maar dit is misschien wel het meest essentiële onderdeel van jouw airsoft replica. De kleine BB's waarmee jij je tegenstander probeert te raken komen namelijk niet uit zichzelf 50 meter ver. Om deze afstanden te halen is dit vernuftige stukje techniek daarom tegenwoordig in bijna alle airsoft replica's te vinden. Er is een hele wereld aan verschillende soorten hop-up units, maar ze werken in wezen allemaal hetzelfde. Een hop-up bestaat uit verschillende elementen die elk hun eigen functie hebben. We beginnen bij de hop-up kamer. Dit is het onderdeel waarin alles samenkomt. Via de onderkant komt de BB vanuit het magazijn de hop-up kamer binnen. Drukt de nozzle van de gearbox de BB naar voren, waar deze vervolgens op zijn plek wordt gehouden door de hop-up bucking. En schiet de BB vervolgens met luchtdruk weg. Dit proces herhaalt zich met elk schot. Dan komen we bij de bucking. Dit rubberen onderdeel zorgt ervoor dat de luchtafdichting optimaal is en er zo min mogelijk druk verloren gaat tijdens het schieten. Daarnaast creëert dit onderdeeltje frictie wanneer de BB zich hier doorheen verplaatst. Door deze frictie krijgt de BB een achterwaartse draai mee en daarmee ontstaat er aan de bovenzijde van het projectiel minder luchtweerstand. Hierdoor wordt de afstand die de BB af kan leggen voordat deze begint te dalen aanzienlijk vergroot. Ten slotte is er dan nog een piepklein onderdeeltje binnen dit geheel die zeker niet vergeten mag worden. De nub. Dit onderdeel is in vele verschillende vormen te krijgen en elk hiervan hebben weer een andere invloed op de BB. De nub zorgt voor het oppervlak waarop de frictie ontstaat die de BB zijn achterwaartse draai meegeeft. Door een verstelbare arm binnen de hop-up kamer wordt het rubberen of aluminium onderdeeltje verder of minder ver tegen de bucking aangedrukt, waardoor er een bolling ontstaat. Deze bolling is het frictieoppervlak. De verschillende vormen die hierin te krijgen zijn hebben elk invloed op de mate van frictie die wordt toegepast op de BB. Platte nubs bijvoorbeeld bieden een oppervlak waarop de BB een gelijkmatige frictieverdeling krijgt. Maar een holle, ofwel concave nub creëert meer frictie aan de zijkanten van de BB, waardoor deze wat meer gestabiliseerd wordt. Hiermee valt veel te fine-tunen en geldt voornamelijk veel proberen om te kijken welke het gewenste effect biedt op jouw replica. Naast al deze onderdelen heeft de BB zelf natuurlijk ook invloed op hoe recht deze vliegt. Dit wordt vooral beïnvloed door het gewicht. Wanneer je bijvoorbeeld van een 0.20 gram BB overstapt naar een 0.25 gram, zul je merken dat je hop-up opnieuw afgesteld moet worden. Logischerwijs heeft een hop-up daarom ook vaak een maximumgewicht waaraan deze de BB genoeg draai mee kan geven. Dit is gelukkig eenvoudig te verhelpen door onderdelen te installeren die geschikter zijn voor lichtere of zwaardere BB's. Als je meer wilt weten over BB-gewichten en de invloed hiervan, kijk dan even deze video. Oké, leuk dat je nu weet hoe een hop-up in elkaar zit en wat alle verschillende onderdeeltjes doen. Maar hoe doe je hier nu ook iets mee? Om het uiterste uit jouw replica te halen is het van belang dat je hop-up goed afgesteld wordt en je daarmee de beste baan van je BB creëert. Het gaat hier niet alleen om de afstand, maar ook de consistentie en accuratesse. Het is heel leuk wanneer je 100 meter plus kunt schieten, maar je wilt dan natuurlijk wel dat de BB ook daadwerkelijk raakt waar je op mikt. Dit doe je door de juiste balans te vinden. Als er te weinig druk op de BB's uitgeoefend wordt, zul je merken dat deze redelijk snel naar beneden vallen. Om deze druk te verhogen, zorg je ervoor dat het armpje strakker aangedraaid wordt. Aan de andere kant zul je zien dat wanneer er juist te veel druk op de BB's wordt uitgeoefend, dat deze richting de wolken schieten. Het is dus de kunst om hier precies tussenin te zitten. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Maar hoe doe je dat dan? Om het effect goed genoeg te kunnen zien, is het fijn om een langere afstand tot je beschikking te hebben. Let op dat je dit niet op een plek buiten het veld gaat doen die zichtbaar is voor andere mensen, zoals bijvoorbeeld een achtertuin. Buren of voorbijgangers zullen hoogstwaarschijnlijk het verschil tussen jouw airsoft replica of een echt vuurwapen niet kunnen zien. Dit kan voor angstige situaties zorgen of in ergere gevallen kan het zo zijn dat de politie bij je deur komt om verhaal te halen. Ik raad je daarom aan om dit te doen op open stukken wanneer je op het airsoftveld staat of wellicht een inschietbaan die bij het veld hoort. Wanneer je een locatie hebt gevonden om het traject van de BB goed te kunnen volgen, gaan we beginnen met het afstellen. Draai je hop-up eerst helemaal open, ofwel zorg ervoor dat de hop-up arm geen druk uitoefent op de bucking. Draai hierna met elk schot de hop-up arm steeds een beetje meer aan, zodat je een zo recht mogelijk traject ziet ontstaan, die aan het einde een klein beetje omhoog gaat en daarna weer daalt. Wanneer je merkt dat de BB juist weer wat meer omhoog begint te vliegen, draai de arm weer wat losser. Dit kunnen soms afstellingen zijn van millimeters, dus zorg ervoor dat je niet te grote stappen maakt tijdens het afstellen. Wanneer je de beste afstelling hebt gevonden, is het tijd om lekker te spelen en BB's te schieten. Het kan zo zijn dat gedurende de dag je hop-up iets af begint te wijken. Dit kan komen door temperatuurveranderingen, wind of simpelweg dat de hop-up arm iets wat losser is geraakt. Gelukkig zijn de meeste hop-ups zo gemaakt dat je deze ook tijdens het spelen snel kunt veranderen.
Het is dan een kwestie van de arm een beetje extra aandraaien of in sommige gevallen zelfs iets losser te zetten en daarna kun je weer een hele tijd vooruit. Hopelijk weet je nu hoe hop-ups werken en hoe je deze moet afstellen. Mocht je toch nog vragen hebben, laat ze dan even achter in onze comments. Of kom bijvoorbeeld langs in onze winkel. Hier helpen we je graag verder. Vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal, zodat je onze toekomstige video's niet mist.